De maatregel van het Amsterdamse gemeentebestuur om voor de Dam en omgeving een slaapverbod af te kondigen, heeft op de avond waarop het besluit van kracht werd een reusachtige toeloop naar het monument veroorzaakt. Er waren mensen bij die kennelijk nog gauw even wilden zien hoe de veelbesproken hippies er hierbij zaten. Maar er kwamen ook vele duidelijk op een rel beluste jongeren hierheen, die in de avond dan ook prompt in botsing kwamen met de politie. We weigeren nu maat 1 of geweld zal worden gebruikt. In naam der wet verwijdert u of geweld zal worden gebruikt. En er moest geweld worden gebruikt, want de rellenmakers weigerden de bevelen van de politie op te volgen. Bij hevige charges werden tientallen jongelui min of meer ernstig gewond. De politie, die zonder ophouden met stenen en flessen bekogeld werd, verweerde zich. En eenmaal werden er door een in het nauw gebrachte agent schoten gelost, waarbij onder andere een persfotograaf gewond werd. Maar ook onder de politie zelf vielen slachtoffers. 15 agenten moesten in ziekenhuizen worden behandeld. De kwestie van het slaapverbod raakte geheel naar de achtergrond. Evenals in 1966 namen de rellen het karakter aan van een aanval op het gezag. De politie zei later dat het optreden van de jongeren veel agressiever was dan zij ooit had meegemaakt. Voor het eerst in de geschiedenis van de lastige stad Amsterdam werd er op grote schaal geplunderd. De plotselinge afkondiging van het slaapverbod, nadat men de jeugd maandenlang ongemoeid had gelaten, mag dan niet zo tactisch zijn geweest. Het staat vast dat de gevaarlijke reactie van Amsterdamse jongeren daarop volkomen buiten proportie was. Jeugd en gezag staan nu opnieuw fel tegenover elkaar.